Verschillende leden van de Nationale Assemblée hebben niet het idee dat het nieuw onderwijssysteem voordelig is voor de jeugd. Hun mening deelden zij vandaag tijdens de lang verwachte vergadering over de ontwikkelingen in het Surinaams onderwijs. DNA-leden gaven aan niet tegen ontwikkeling te zijn, echter bestaat er nog veel onduidelijkheid over het nieuw systeem en heeft het volgens parlementariërs veel hiaten. Zo is er bijvoorbeeld geen wettelijke basis voor deze onderwijsvernieuwing. Elke onderwijsvernieuwing geniet een wettelijke basis. En het moet hier in het parlement worden goedgekeurd voordat we overgaan tot een implementatie van een nieuw systeem. In de tijd, voorzitter, en dat is de geschiedenis, was er lang nagedacht om het 8-jarig basisonderwijs te veranderen in een 11-jarig basisonderwijs. Maar we hebben altijd gestruggeld en zeker de achtergrond die ik heb van de vakbeweging, hebben wij zeker een standpunt opgenomen dat je niet op een blauwe maandag kan opstaan om te zeggen, je gaat de GLO-toets overboord gooien. Laten we goed erover nadenken. En dat was de reden waarom toen het 11-jarig basisonderwijs niet is doorgegaan. De minister geeft in een persconferentie aan dat de meeste mensen weten hoe, wat en waar met de nieuwe methode. Minister, via uw voorzitter, hoe komt u aan die informatie? Is er onderzoek gedaan? Minister, dit kun je alleen weten als je gemeten hebt. Ik weet het ook niet zeker, minister, via uw voorzitter, maar ik denk dat veel mensen het juist niet weten als ik om mij heen luister. Via uw voorzitter, de periode voor bezwaarschriften was slechts te kort. Zijn de ouders tijdig en voldoende geïnformeerd over hun recht om het bezwaar in te dienen? Voorzitter, en als zelfs leerkrachten en schoolleiders niet voldoende geïnformeerd zijn, hoe kunnen de ouders dan wel goed geïnformeerd zijn? Mijn telefoon is roodgloeiend, voorzitter, met verschillende getuigschriften. Ik heb ook op de GLO gezeten, voorzitter. En ik weet, kijk, als het ministerie geen lijn en structuur heeft, wat denk je dat er gaat gebeuren? Ik heb verschillende getuigschriften onder ogen gehad. Getuigschriften waarop er staat geschreven leerjaar 10. Getuigschriften waar er helemaal niets staat. Wat is de gang? Wat is de lijn? Kan ik van het ministerie horen wat de formaliteiten zijn met betrekking tot het opmaken van een getuigschrift? Want ik denk dat er best wel technische voorwaarden zijn daarvoor. Wij vinden dat wij een themavergadering moeten wijden. Ook aan onderwijsstandaarden. Want dat is heel belangrijk, voorzitter. En we moeten ervoor zorg dragen en alles eraan doen dat die standaarden worden nageleefd, voorzitter. Maar de voorzitter, als de standaard is 2 leerkrachten voor 35 leerlingen, moet het op het grondgebied van Suriname mogelijk zijn. Ja, dat we erop letten, voorzitter. Als de standaard is, alle vakken moeten in leerjaar 10 gegeven worden, moeten wij erop toezien dat het niet alleen voor bepaalde delen geld, meneer de voorzitter, maar dat de leerkrachten beschikbaar moeten zijn en de kinderen die vakken niet mogen ontberen. Wij praten over standaarden en nogmaals standaarden. Het zal gemiddeld, naar schatting, circa 5 tot 10 jaar duren voor je het systeem helemaal op lijn hebt. Voorzitter, je zal dus continu moeten evalueren, bijstellen en dan de voortgang bepalen op basis van de informatie die u heeft gehad. Nadat de leden van het parlement hun mening hadden gegeven over het onderwijsgebeuren, is minister Henry Orie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ingegaan op de vragen. In het nieuws van morgen komen we terug op deze DNA-vergadering die bij de samenstelling van het journaal nog gaande was.